Deze week in Ede TV Nieuws. Renovatie of sloop en nieuwbouw in de Kolkakkerbuurt? Nou, dan zouden we toch gaan voor renovatie. En wat wij authenticiteit belangrijker vinden dan de huurprijs. De referendum zondagsopening, zijn we eruit? Het is te simpel om het zo bij elkaar op te tellen en dan dit als uitslag te kiezen. En zelfrijdende auto's komen eraan. Het is een innovatie, het loopt vooruit op wetgeving. Dit is Ede TV Nieuws. Dinsdagavond 30 juni brak er een grote brand uit boven een etencafé aan het Museumplein in Ede. De brandweer was na de eerste meldingen snel ter plaatse. Ja, er is een brandmelding gemeld. 1 en 2, meerdere meldingen, 1 en 2. Tot er op dat moment al een uitslaande brand was in een woning boven de heksenketel in een restaurant hier aan het Museumplein. Is het een uitslaande brand? Gaat die ook naar andere panden? Nou, die informatie heb ik nog niet. We hebben volop de mensen op ingezet om ook met een binnenaanval, dus vanuit binnen de brand te bestrijden, om dat tegen te gaan. Op dit moment nog niet heb ik de informatie of het ja of nee gelukt is. Het is dus boven het restaurant uitgebroken. Waren de mensen in het restaurant aanwezig om te eten? Toen de brand ter plaatse was er niemand aanwezig. Dus er zijn ook geen gewonden gevallen? Er zijn geen gewonden. Dat is meerdere keren bevestigd dat er geen gewonden zijn. Er was een stevige rookontwikkeling. Zaten daar nog gevaarlijke stof in? Nou, rook is nooit goed om in te ademen. Daarom heb ik het advies nu gegeven. Mensen blijven uit de rook. En de mensen die in de rook en de woning hebben, in ieder geval ramen, deuren sluiten uit voorzorg. De brandweer gaat metingen verrichten om te kijken hoe ernstig de rook is op dit moment. Want ik begreep dat er ook enkele mensen uit enkele panden geëvacueerd worden. Er worden meerdere mensen, althans hier in de directe omgeving, gevraagd in ieder geval ramen, deuren te sluiten en als nodig is om de woning te verlaten. Maar zover is het nog niet. Over de oorzaak is ook nog niets bekend? Nee, daar gaan we niet over gaan. Eerst kijken of de brand kunnen blussen en daarna gaan we kijken wat de oorzaak is. En dat zal een technisch onderzoek misschien uit mogen wijzen. Inmiddels hebben metingen uitgewezen dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het treinverkeer vanaf station Ede Centrum, dat vanwege de sterke rookontwikkeling stilgelegd was, werd even na 10 uur hervat. De schade bleef niet alleen beperkt tot het pand van het eetcafé. Ook een drietal winkels aan het Maandeneind en een naastgelegen café hebben rookschade opgelopen. Het loskoppelen van de verkoop en de daadwerkelijke levering van fietsen maakt in de ogen van de gemeente Ede de fietser een fietsbelevingscentrum en geen winkel. De ontheffing van de zondagsluiting voor de fietser door de gemeente Ede was voor de mediamarkt in Ede aanleiding bezwaar aan te tekenen tot aan de Raad van State. Het kan niet zo zijn dat de ene ondernemer wel de gelegenheid krijgt op zondag activiteiten te ontplooien en de ander niet. Dus het gelijkheidsprincipe daarin was voor ons leidend om die procedure aan te gaan. Ja. In de uitspraak hangt nauw samen met het begrip belevingscentrum. Ja, belevingscentrum of niet. Kijk, weet je kunt daar dus op zondag naar binnen lopen en je kunt daar een order plaatsen voor een fiets. En die kun je dus vervolgens ophalen. Het zou hetzelfde zijn als bijvoorbeeld hier iemand binnenkrijgt die een koelkast bestelt en die maandag wordt geleverd. Ik bedoel, de euro verdwijnt op zondag niet in de kassa. Maar feitelijk wordt er natuurlijk wel geld verdiend of er wordt business gedaan. Ik bedoel, dus het woord belevingscentrum, ja. Ik vind het een hele lastige. Inmiddels heeft het raadplegend referendum over de zondagsopening plaatsgevonden, met in de woonplaats Ede een meerderheid aan stemmen voor de zondagsopening in Ede Centrum. Ja, de inwoners van Ede Stad zijn duidelijk geweest, denk ik. 58% van de mensen zo ongeveer heeft gestemd voor een zondagsopening. Ja, de consument spreekt. Uiteindelijk is die de baas van de winkel natuurlijk. Dus daar moeten we echt wat mee doen. Ik heb natuurlijk gewoon respect voor ieders opvatting en mening omtrent de zondagen. Maar ik voer de discussie echt vanuit ook het behoud van mijn medewerkers hier in de winkel. Die hebben huizen, hypotheken. Ik wil graag baanbehoud. Ook voor Ede Centrum in zijn totaliteit. Dus het is geen luxe discussie. Het is eigenlijk een must. Mensen stappen nu in de auto, rijden 15 kilometer, staan in Arnhem, kopen daar hun spullen. Ja, ik heb liever dat die omzet hier in Ede blijft, als dat het wegloopt. Er waren geruchten dat de mediamarkt, zonder de mogelijkheid van de zondagsopening, zich terug zou trekken uit Ede. Er komen op een gegeven moment bepaalde argumenten en punten naar voren, op basis waarvan je misschien wel moet zeggen van ja, we moeten een zakelijk besluit nemen. Ik weet dat die geruchten de ronde doen. Dat zijn, best wel serieuze geruchten. Maar ik wil daar eigenlijk verder niks over zeggen. De verwachting van de zondagsopening is dat dit zal bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk centrum van Ede. Ik denk dat wij daar een rol in kunnen spelen. Ik stel me daarin open op. Ook richting andere organisaties, andere ondernemers. Ook richting eventueel SBE als die daar wat mee willen. Kijk. Sowieso zullen wij als mediamarkt op het moment dat wij zondag open kunnen leuke dingen voor onze consumenten organiseren.
De raadsvergadering heeft zich gebogen over de uitkomsten van het raadplegend referendum rond de zondagsopening. Gisteravond is er een initiatiefvoorstel gepresenteerd namens 6 fracties waarvan wij er 1 zijn. En dat initiatiefvoorstel houdt in dat wij voorstellen om de verordening zodanig aan te passen dat in de kern Ede, dus de bebouwde kom van Ede, alle winkels alle zondag open zouden mogen. Er ligt nu een voorstel om de winkels in de kern van Ede open te gaan laten zijn op zondag. Het initiatiefvoorstel zoals het er nu ligt doet geen recht aan de mening van de burgers. Er wordt naar ons idee gegoocheld met cijfers. Voor het gemak worden de buitendorpen maar even opzij geschoven. Ik vind het dan jammer dat er toch partijen komen en dan alles proberen eruit te halen en niet kijken van goh, wat zou nou het beste zijn voor alle inwoners van Ede. De gehele gemeente heeft met een kleine meerderheid voor zondagsopening in de plaats Ede gestemd. Als men de stemmen voor maximaal 12 zondagen meetelt. Ja, dat is een beetje hoe je goochelt met die cijfers. De interpretatie van de Partij van de Arbeid van die cijfers is dat het referendum als eerste zegt dat 12 zondagen open eigenlijk door niemand gewild wil. En als je dan overblijft, dan heb je ongeveer 2 even grote groepen die voor of tegen zijn. En dan moet je als politiek een keus maken wat je daarin doet. En dat betekent voor mij dat ik dan altijd de helft van de mensen teleurstel. En dan kijk ik naar mijn verkiezingsprogramma en dan kies ik op basis daarvan welke groep ik dan maar teleur moet stellen. Het is een groepje wat ook de 12 zondag open zou willen. Dus we hebben het bij elkaar opgeteld en gezegd van nou, we moeten het gewoon een kans geven. Hoe je de getallen ook manipuleert of gebruikt, is gewoon geen meerderheid voor. En los van die meerderheid, al zou er een meerderheid voor zijn. Kijk even naar de Edense bevolking. Kijk even hoe dit hier voelt, hoe gevoelig dit ligt. Voor mensen die moeite hebben met de 24-uurseconomie, voor kleine ondernemers, maar ook voor sommige mensen vanuit religieus oogpunt. Mensen die gekozen hebben voor 12 zondagen, maximaal 12 zondagen, die kun je niet zomaar op bij de groep die gekozen heeft voor alle zondagen. Want er zit nogal een verschil tussen 12 en 52. Je kunt net zo goed zeggen, die mensen van 12 die gaan dan liever voor niet. Dit referendum was voor de gemeente Ede een primeur. Vraag is hoe deze besluitvorming door de burger gewaardeerd gaat worden. Ja, dat zal dezelfde tweedeling gaan tonen. De mensen die voorgestemd hebben, die zullen hier blij mee zijn. En de mensen die tegengestemd hebben, zullen zeggen dat ik het referendum verkeerd interpreteer. Ja, daar heb ik eerlijk gezegd een hard hoofd in. Ik denk dat dit schadelijk is voor de politiek in zijn algemeenheid. Er wordt toch al makkelijk gezegd van er wordt maar beslist. En juist als je de burgers hun mening laat geven, neem dat dan ook alsjeblieft serieus. Ja, dat weet ik niet. Als ik het referendum lees, dan zou ik zeggen er is niet naar me geluisterd. Partijen hebben gewoon hun zin doorgedreven. Wat ik al zei, het moest en het zal gebeuren. Ja, dat kun je niet voorspellen. Ik denk dat een gedeelte heel teleurgesteld is. De buitendorpen zijn natuurlijk wel naar hun mening gevraagd. Maar die hebben nu toch het gevoel dat die niet wordt gerespecteerd. Aan de andere kant denk ik, we respecteren in ieder geval de buitendorpen. Die mogen niet open, dus hoeven ook niet open. En ik denk dat er een groot gedeelte van de inwoners ook heel blij is. We hebben ook reacties gekregen dat mensen helemaal blij zijn dat het er eindelijk een keer van gaat komen. Met dit overleg is ongetwijfeld nog niet het laatste woord gevallen. Ede TV blijft het nauwgezet volgen. In overleg met de gemeente Ede is de afvalcombinatie Vallei zout gaan strooien op grote kruispunten in Ede. Zout heeft als eigenschap dat het temperatuurverlagend werkt, waardoor het asfalt minder snel zacht wordt. Hiermee wordt voorkomen dat het asfalt kapot wordt gereden. Het probleem van smeltend asfalt komt vooral voor bij nieuw asfalt, omdat dit nog niet goed gehard is. Op verzoek van de wegbeheerder staat ACV ook paraat om bij de andere ACV-gemeenten Renkum, Veenendaal en Wageningen te strooien. De Voorleesexpress Ede stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem, want geletterdheid heeft een directe invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid. Uitgangspunt van de aanpak vormen de talenten en mogelijkheden van ouders. Zogenaamde voorlezers van de Voorleesexpress gaan bij hun voorleesgezin 20 weken lang thuis voorlezen. Zij geven het project in de praktijk vorm, bouwen een band op met de gezinnen en maken hen enthousiast voor het voorlezen. Ze proberen de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het voorlezen. De Kolkakkerbuurt in Ede omvat ruim 160 woningen die in de jaren 20 van de vorige eeuw zijn gebouwd. De woningen kampen met funderingsproblemen, houtrot en verzakkingen. Tijd voor een ingrijpende aanpak, vindt de eigenaar van de woningen. Ja, dat is zeker noodzakelijk. De woningen vertonen veel bouwkundige problemen, zoals funderingsgebreken, verzakkingen, scheuren, verende vloeren. Nou, een scala aan problemen die ervoor zorgen dat wij echt aan de slag moeten met het project. Nou, ik had liever al gisteren gehad dan morgen, zeg maar. Dus voor mij mag gisteren al de sloop samenkomen. En waarom is dat zo? Nou, omdat mijn woning gewoon echt erom scheelt. Plus, ja, het is vrij klein, ik woon met drie kinderen.
Muren die staan te trillen als je aan een deur dichtgooit. Geen isolatie, dus als ik alles dicht heb, hoor je hem buiten gewoon praten. Ja, die huizen zijn op. Ik geloof dat in de jaren 70 voor het laatst renovaties zijn gedaan. Zijn toen ook fouten gemaakt, waardoor bij een aantal huizen de funderingen nu verzakt zijn. Dus nu zeggen ze, ja, de huizen zijn nu zo slecht, nu moet er echt iets gebeuren. Voor de Kolkakkerbuurt kiest Woonsteden voor sloop en nieuwbouw. In het verleden werd bij het Enka-park in Ede-Zuid na een actie van de bevolking uiteindelijk voor de optie renovatie gekozen. Ondertussen heeft de Rijksoverheid nogal wat maatregelen genomen en onder andere de verhuurdersheffing ingevoerd. Wat ervoor zorgt dat wij ook afdrachten aan het Rijk moeten doen, waardoor wij minder financiële mogelijkheden hebben. En een ander verschil is dat toen het onderwerp duurzaamheid en energiezuinigheid nog heel anders bekeken werd als nu. Aan welke oplossingen wordt gedacht? Heel snel platgooien en een beetje huizen van deze tijd neerzetten en mag best het kracht hebben van wat we nu hebben. Ik zou zeggen, alles wat technisch behouden kan worden, de huizen waar het casco nog goed van is, waarom zou je dat slopen? Waarom zouden we niet kijken naar wat er gerenoveerd kan worden en wat er aan karakteristieks voor de wijk behouden kan worden? Nou, wij vinden dit een stukje authentiek Ede. En we willen in ieder geval dat daar een gedeelte van bewaard blijft. Of alles bewaard kan blijven, dat is, ja, dat weten we niet. Maar we zien nu eigenlijk dat we geconfronteerd worden met een voldongen feit. Dat alles gesloopt wordt. En we hebben niet het gevoel dat er naar alternatieve scenario's gekeken zijn. Dat is prima dat Woonsteden al beslist heeft voor zichzelf. Of in het voornemen heeft gezegd van wij gaan slopen in plaats van renoveren. Maar dat is nog geen gelopen race. Want eigenlijk was het mooiste geweest als de bewoners en Woonsteden gezamenlijk hadden gezegd wat er natuurlijk de bedoeling was voor deze wijk. De woningen die hier staan zijn geen monumenten, ook geen gemeentelijke monumenten. Dus we hebben geen enkele mogelijkheid om dat te beschermen. Maar de structuur van de wijk, het tuindorp, daar zullen we op letten dat dat in ieder geval wel intact blijft. En daar hebben wij uitgerekend dat ongeveer zo'n 25.000 tot 30.000 euro per woning scheelt. Dus dat renovatie, als we dat goed willen doen, duurder is dan nieuwbouw. In elk geval zit de schrik er in de buurt er al behoorlijk in. Toen wij allemaal eigenlijk de brief kregen op 3 juni, dat was als een soort van bom, want natuurlijk wisten we dat er iets moest gebeuren, maar dat alle huizen plat zouden gaan, dat had ik echt totaal niet verwacht. En dat is, ja, daar lig ik wakker van en heel veel mensen hier in de buurt. Volgende week in EDTV Nieuws. Valt er nog iets te kiezen? En hoe worden alle belanghebbenden bij het vervolg betrokken? Niet alleen mensen kunnen erg veel last hebben van extreme hitte, ook onze huisdieren kunnen in de problemen komen. Hoe is de situatie bij dierenasiel De Hof van Ede? Nou, we hebben er wel last van. Nou ja, de honden vooral. Het is gewoon heel erg heet, ook hier op het asiel. Wij beginnen een stuk vroeger, dan kunnen de honden vroeg naar buiten. En dan in de middag houden we siesta voor de honden en de dieren. En dan aan het eind van de middag, als het iets minder heet wordt, dan gaan ze weer even naar buiten. Maar we passen wel het een en ander aan. Dus de honden hebben er het meeste last van, misschien omdat ze het meest op mensen lijken? Of? Ja, ook omdat die zich drukker maken. De katten die gaan lekker liggen en die denken het zal allemaal wel. Laat me maar met rust. Maar de honden zijn natuurlijk wat drukker en dat beweegt wat meer. Dus die hebben ook meer last van de warmte. Natasja, je hebt een hele mooie hond bij je. Wat is het voor soort? Een oud-Duits herder. En heeft deze nou ook last van de hittegolf? Het valt mee, want wij zorgen er wel voor dat ze daar geen last van krijgt. Maar ze heeft natuurlijk wel warm. Maar ze heeft niet dat het zo erg is dat ze er echt problemen mee heeft. Ik heb gezien dat er ook maatregelen genomen worden. Het dak wordt besproeid. Ja, we zetten hier de sprinklers aan en proberen zoveel mogelijk een beetje nat te houden. Dan koelt het af. We leggen ook natte handdoeken in de vriezer. En als die enigszins bevroren zijn, dan kunnen de honden er lekker op liggen. We hebben hondenijsjes gemaakt, gewoon plastic bekertjes met brokjes erin en water en in de vriezer. En als die bevroren zijn, dan kunnen de honden en de katten ook daar gebruik van maken. Allemaal dingen om extra af te koelen. Heb jij nog een paar tips voor mensen met huisdieren? Ja, die heb ik wel. Voor honden vooral niet in de auto laten zitten. Ook niet op asfalt laten lopen, want het wordt daar maar heel heet. En genoeg water voor zorgen dat ze dat hebben. Ik heb ook eens gelezen dat je ze niet in het zwembad mag leggen. Nee, kan je beter ook niet doen, want als je ze na de zon legt, dan wordt het water eigenlijk ook best wel heet. Dat vormt een soort deken om de hond heen. Dan wordt het eigenlijk alsnog heel warm. Bij andere huisdieren, zijn daar nog speciale maatregelen voor nodig? Vogels en konijnen zorgen dat de kooien niet in de zon staan en zorgen voor extra waterflesjes. Bij konijnen komt ook veel madenziekte voor. In de zomer door al die vliegen, dus daar vooral op letten. En ook bij de vogels zorgt dat de kooien niet in de lucht hangen, want de warmte stijgt namelijk op. Dus door zorg dat ze op de grond blijven. De WePods, de zelfrijdende auto's, komen eraan.
De verwachting is dat het eerste voertuig in november van dit jaar daadwerkelijk zal gaan rijden. Het project biedt ook kansen aan ondernemers uit de regio. Voor hen werd op 1 juli in de Christelijke Hogeschool Ede een bijeenkomst gehouden. Vanochtend hebben we ondernemers uitgenodigd uit de regio om ze te enthousiasmeren over dit fantastisch mooie project. En om aan te geven dat het mogelijk is om kennis die wij hebben vanuit allerlei disciplines, om die ook toe te voegen aan het project. Dus enthousiasmeren en aanhaken. We hebben fantastische ideeën en we willen ook graag doen en meewerken aan dit project. De provincie Gelderland heeft de ambitie om koploper te zijn in autonoom rijden. En die hebben een project geadopteerd. En dat project WePods, dat landt hier in de regio Food Valley. En het is een wereldwijd uniek project, omdat dit voertuig zonder stuur, zonder actieve rem zeg maar, rond gaat rijden. Waarbij de inzittenden volledig autonoom vervoerd worden van Ede naar de campus van Wageningen Universiteit. Ze zijn met het projectteam, samen met TU Delft en TU Eindhoven, zijn ze volledig bezig met die ontwikkeling. Maar dat sluit niet uit dat er heel veel kansen liggen voor onze regionale partners, die ontzettend veel kennis hebben op verschillende gebieden. Dus het projectteam gaat door. Eind november gaat het voertuig ook gewoon rijden op de locatie. Maar wij zijn natuurlijk bezig om dit voertuig ook te laten landen in regio Food Valley. En van betekenis te zijn voor onze ondernemers. Ten slotte, wat hebben we eigenlijk aan deze WePod? Deze WePod is uniek. Uniek. Het is een geweldig voertuig. Wat ik al zei, wereldwijd uniek. En we kunnen dus ontzettend veel ook qua publiciteit hiermee gaan doen. En we kunnen onze kennis toevoegen aan dit geweldige voertuig. En we kunnen laten zien dat regio Food Valley ook een echte innovatieve regio is.